Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, Vierhaven, Wiskunde B. Wel eigenlijk goedemiddag, Vierhaven, Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het berekenen van de snelheid een moment. En ik heb de vorige keer al iets vaags over verteld van hoe je dat zou kunnen aanpakken. Nu ga ik het echt laten zien. Dus het voorbeeld is een raket. En die raket heeft een hoogte als functie van de tijd. De hoogte van die raket neemt op deze manier toe. En de formule is h is 1,5, of laten we zeggen 15 t kwadraat. Ja? En dan is de vraag van, ja, maar wat is dan de snelheid van de raket op tijdstip t is 2 of zo? Nou, die h, lieve mensen, die is in meter. En die t is in seconde. En nu kunnen we nog niet de snelheid berekenen op een moment. We kunnen alleen maar de gemiddelde snelheid berekenen op een interval. Dus we kunnen bijvoorbeeld zeggen, dit is wat jullie wel kunnen berekenen. Gemiddelde snelheid van raket op het interval bijvoorbeeld van 1 tot 4. Ja? De gemiddelde snelheid van de raket op het interval van 1 tot 4 bereken je als volgt. Die berekent de hoogte op tijdstip 4 min de hoogte op tijdstip 1 gedeeld door 4 min 1. Dit was de differentiequotient. Nou, de hoogte op tijdstip 4 is 15 keer 16. Dat zal wel 240 zijn. De hoogte op tijdstip 1 is 15. En dan moet je delen door 4 min 1, delen door 3. Dus je krijgt 240 min 15 gedeeld door 3. En dat is een onmogelijk antwoord, dat is 75. Oké, dus de gemiddelde snelheid van die raket op zo'n lang interval, dat is 75 meter per seconde, van hier tot hier. Maar ik wil niet de gemiddelde snelheid op een interval, ik wil precies de snelheid, bijvoorbeeld in dit punt, bij 2. Nou, dat precies berekenen van die snelheid, dat kunnen we nog niet echt, maar we kunnen een beetje doen alsof. Dus wat moet je dan doen als je de snelheid wil berekenen op tijdstip 2? Niet de gemiddelde snelheid of zo, maar snelheid op t is 2. Daar zijn we in geïnteresseerd. Nou, de oplossing is dat we een heel klein intervalletje gaan nemen in de buurt van 2. We gaan gewoon eigenlijk de gemiddelde snelheid berekenen op het interval van 2 tot 2,01. En de gemiddelde snelheid op het interval van 2 tot 2,01, doe het ding eens weg, ja, is ongeveer de snelheid op tijdstip 2. Dus dat gaan we uitrekenen. Dus je krijgt hier de hoogte op tijdstip 2,01 min de hoogte op tijdstip 2 gedeeld door 2,01 min 2. Nou, de hoogte op tijdstip 2,01 moet ik eventjes mijn rekenmachientje pakken. Dat is 60,6015. En de hoogte op tijdstip 2 zal er wel 60 zijn. Gedeeld door 2,01 min 2 gedeeld door 0,01. En dat komt dan uit 60,15 meter per seconde. Dus, als jullie de snelheid op een moment moeten uitrekenen, Figo, dit weet je al, maar toch vind ik het fijn als je recht zit en je mond houdt. Dan ga je de snelheid berekenen op een heel klein interval in de buurt van dat punt waar je de snelheid wil weten. Klinkt dit een beetje logisch? Oké, zijn hier nog vragen of opmerkingen over? Ja? Nou, het boek zegt meestal dat je met 0,01 opzij moet. Maar in principe is het zo dat als jij een oneindig nauwkeurige rekenmachine hebt, dat hoe dichter je dit getal bij 2 maakt, hoe nauwkeuriger dit antwoord wordt. Dus, maar het boek doet altijd 0,01 opzij. Goeie vraag. Zijn er nog andere vragen of opmerkingen? Ja? Kan je 2 niet invullen bij een formule? Bedoel je hier? Dit is de hoogte van de raket, niet de snelheid. Dat is toevallig hier zo. Je hebt gelijk, maar bij bijvoorbeeld bij 3. Zullen we nog eentje doen? Doe er gewoon nog één.
Want het is inderdaad wel een slecht voorbeeld. En het is goed dat jullie dat hebben gezien, dat dat hier toevallig zo uitkomt. Dus we gaan nog eentje doen. Snelheid op tijdstip 3. Oké. Dan moet je dus de gemiddelde snelheid berekenen op het interval van 3 tot 3,01. En dat betekent dat je de hoogte op tijdstip 3 moet doen, of de hoogte op tijdstip 3,01 min de hoogte op tijdstip 3, gedeeld door het verschil van die tijden, en dat is 0,01. Nou, de hoogte op tijdstip 3,01 is 135,9015. En de hoogte op tijdstip 3 zal wel 135 zijn. Even checken. Ja. En dat deel je dan met 0,01 en dan krijg je als antwoord 90,15 meter per seconde. Nou, als je gewoon 3 invult, komt er 135 uit. Dus het was toeval hier dat je precies op die 60 uitkwam. Het blijkt bij tijdstip 3 een snelheid van 90 meter per seconde te zijn. Oké, ik krijg goede vragen van jullie. 2 goede vragen heb ik net gehad. Zijn er nog andere opmerkingen of vragen naar aanleiding van wat we hier hebben gedaan? Want dit is feitelijk wat je vandaag moet leren. Dit heb je nodig voor som 41, Thijs en 42. Mout. Nou, als ze zeggen, berekenen hoe je aan dit getal komt. Oh, nou je vult het in deze formule. Dus je doet 15 keer 3,01 in het kwadraat. Ja? Oké. Goed. Andere vragen of opmerkingen over dit? Dan gaan we afsluiten. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij digits snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, broer, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. 10 halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij digits snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.